Hey mensen, je kijkt naar Spooky 1611 en welkom bij een nieuwe livestream. Het is vandaag weer tijd voor Grand Theft Auto 4. We gaan weer even genieten van een heerlijke GTA 4 playthrough hier, terwijl we lekker kunnen socializen, lekker kunnen chillen. En de vorige keer ging het een beetje fout, dus we proberen het gewoon opnieuw. Deel nummer 2 van het avontuur van die missie, waar we eindigden. Want dat ging een beetje helemaal raar. Ik hoop dat het allemaal goed met jullie gaat. I hope all goes well. Het is nog altijd de Revisited playthrough. En de Revisited playthrough staat voor het feit dat wij een fix mod gebruiken die alles repareert. Die basically alles repareert van de game, waar de game eigenlijk mee geshipped zou moeten worden in vergelijking tot de PlayStation 3 en Xbox 360 versie. Want de Xbox 360 versie en de PlayStation 3 versie die zijn nogal flink anders dan wat uiteindelijk op PC is uitgekomen. Was ook een hele slechte port. En laten we hopen dat het nooit meer gebeurt, zo'n slechte port. Met GTA 5 gebeurde het in ieder geval eindelijk niet. Nou hoopten we eigenlijk dat dan de PC-versie van GTA 6 meteen tegelijk komt. Maar helaas dat ook weer niet. Dus laten we in ieder geval hopen dat de port net zo goed is als hun Red Dead Redemption 2 en GTA 5 port. Tja. Yo, Snowdope. En ook F1 Rockboy zegt, yo mensen. En Slimme Thomas zegt, voel mij weer wat beter en met jou. Ja, gaat oké, man. En goed om te horen dat het alweer wat beter gaat, Thomas. Gelukkig een snelle. Dat mocht niet baten. Het mocht niet baten dat wij GTA 6 meteen op release krijgen. Tenminste, ja, ze zeggen, basically komt het waarschijnlijk weer met dezelfde cyclus. Komt het online. En dat is wel echt een helaas, hoor. Dat is wel echt een grote helaas, pindakaas. Maar we moeten het er maar mee doen. We moeten het er maar mee doen. En nog steeds Big L Rockstar Games. Sorry Rockstar, maar dat is wel echt een L. In mijn optiek is dat een L. Ja, blij toe. Alleen nog flink hoesten. En als ik wat doe, ben ik daarna meteen dood op. Maar gelukkig niet meer een loopneus. Kijk, je hebt al een beetje ademruimte. Dat is altijd fijn. Ik hoop dan beter systeem voor hackers op PC. Ja, laten we hopen dat als het later op PC komt, dat ze dan iets tegen de hackers hebben. Maar at the same time willen ze dat waarschijnlijk ook gaan maken. En dan niet om ons blij te maken, maar omdat zij dan alle money kunnen pakken. Als zij met 5M samen gaan werken, of 5M werkt samen aan de multiplayer van GTA 6... en ze hebben heel veel microtransacties in het verschiet, ja, dan lopen ze binnen natuurlijk met microtransacties. Maar als er hackers zijn die microtransacties kunnen spannen, dan loop je niet zo erg binnen. Dus dan zouden ze het echt doen voor hun eigen geldverdiening. En ik geloof ook wel dat er heel veel inkomt daarvan. Maar goed, dat is GTA 6. Dat is GTA 6. Munten harken. Tuurlijk gaan ze munten harken. Zij willen alle munten van ons. Maar ja, laten we hopen dat het een beetje meevalt. Überhaupt laten we hopen dat de game goed is. Mr. Tuning 1990 die zegt hi. Hi. Mr. Tuning, wie was dat ook weer? Wie was dat ook weer? Ik zal de game kijken of we die nog kunnen opstarten. Want vorige keer liep hij vast. Maar ik denk dat we hem nog steeds kunnen opstarten. Zoals hij hoorde. De echte fix mod. Let's get into the game. Of niet? Uh-oh. Heb de F1 2024 game al gekregen voor mijn verjaardag van mijn ouders. Ben morgen jarig. Gefeliciteerd alvast, Timo. Gefeliciteerd. Nog een uurtje wachten, man. Hoop dat je een hele fijne verjaardag hebt. Hij is weer vastgelopen. What the heck? Hij is weer gewoon weggegaan. Uh-oh. Dat hebben we nooit gehad. We hebben dat in alle playthrough afleveringen niet gehad. We hebben daar al zo'n 12 op zitten. En nu ineens hebben we dat sinds de vorige playthrough hebben we dat wel. Dat is wel een beetje. Het is zo'n fik. Maar goed, na de tweede keer werkt het wel. Misschien is het een probleem met mijn eigen computer.
Mr. Tuning, die is jarig en dat vieren wij. Ja, gelukkig hebben we een streamdeck om makkelijk naar de game te kunnen gaan. Gelukkig maar. Jezus man, als je hier tv wil kijken. Hebben we nou hem weer niet gesaved? Ik heb het gevoel dat dit de laatste keer ook zo was dat we hier waren. Zijn we hem weer vergeten te saven? Moeten we weer alles opnieuw doen, al die missies? Maar we hadden nog maar één missie-icoontje voor mijn gevoel. Oh my god. Volgens mij moeten we de hele stream opnieuw doen. Volgens mij moeten we de hele vorige stream opnieuw doen. We zijn weer hier. Elke keer weer. Dit is al de derde keer dan. Zullen we het vandaag goed doen? Ik zie het ook aan mijn healthbar. Zullen we het vandaag goed doen? We gaan hem dubbel saven in de huizen. We gaan hem dubbel saven in een safehouse. Oi, 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 oi. We gaan het, dit keer gaan we het goed doen. En dan gaan we maar wat langer door. Ja, ik heb gehoord dat F1 2024 echt heel slecht is. Dat is niet normaal. De sales tot nu toe ook heel slecht van de game. Ook op console. Playerbase ook. Maar ja, ik snap het ook wel hoor. Ik snap wel waarom de game niet zo goed werkt meer. Oef. Nu is wel de vraag, hoe gaan we dit doen? Gaan we naar Phil Bell om meteen die missie te doen? Of gaan wij helemaal daar naartoe, naar de weapons om te healen en dergelijke? We gaan meteen naar Phil Bell. Let's do it. Let's do it. Oeh. Dank u wel, meneer. Nou ja, ik heb vernomen in ieder geval dat die vrij hetzelfde is als 2023. Behalve dan de handling. Maar dat er eigenlijk heel weinig veranderd is. Maar dat sommige mensen 2022 goated vinden. Ja, zolang je er mee vermaakt, dan is alles prima, toch? Dan is alles uiteindelijk prima. Maar dat neemt niet de kwaliteit ervan weg. Als je zwart op wit kan zien dat ze weinig moeite hebben gedaan, dat kan samen met elkaar leven. Het is niet dat je dat hoeft te negeren per se. Je kan altijd nog gewoon inzien dat de game basically gewoon easy money is voor hun. Maar al helemaal als je bijvoorbeeld een lange tijd geen Formule 1 game hebt en je vindt het gewoon leuk om weer even het Formule 1 seizoen op te pakken als casual. Ja, nou ja. Pixels op je beeldscherm. Dat kan letterlijk met elke game natuurlijk. Ik hoorde ook dat al je customization trouwens, dat allemaal nu onder die Bitcoins staat, omdat ja, EA wil meer geld verdienen ermee met al die microtransacties. Dat is ook raar. Eerst had je allemaal van die basic plekken en nu niet. Yep, deze missie hebben we al gedaan, hè jongens. Maar daarom probeer ik hem extra snel te doen. Oh nee, hier ging ik dood. Oh joh, we zijn wel gewoon helemaal up-to-date. Hier ging ik dood met de RPG. Met dezelfde held. Oh. En toen zijn we gestopt. Oh. Ja, Sander, het is geen AMS2. Zo, AMS2, die wordt amazing. Maar het gaat ook niet eens over of het een simracing game is of niet. Daar gaat het ook niet over. Het gaat letterlijk over de effort die ze maken in het type spel dat het is. En die effort is nul at the moment. Dat zelfs mensen die dat dus jaarlijks kopen, dat die dus ook klagen. Omdat de effort gewoon heel laag is. Oh, wow. Maar nee, het is geen simracing game. Dat sowieso niet. Maar dat moet ook niet. Dat zou wel een beetje dom zijn.
Wil je elke Formule 1-fan wil je een Formule 1-ervaring geven... en dan kan de helft het niet spelen omdat die te slecht is. Niet toegankelijk genoeg. Dat zou ook heel dom zijn. Waar? Waar dansen we dan? Toch al daarboven. Oh, verschrikkelijk dat dat tegenwoordig zo is dan met ook die microtransacties. Ja, EA probeert wel, maar EA faalt een beetje. Dat is wel jammer. Ik heb het ook niet eens aangevraagd, de game. Ik hoef dat niet meer te spelen sinds vorig jaar. En nu blijkt er niks te veranderen. Toen hoef ik het ook niet eens meer uit te proberen. Ik probeer het normaal op stream. Ik ga er altijd meteen overheen. Maar de reden waarom ik het niet heb aangevraagd is gewoon omdat het zo ongelooflijk... Fuck. Zo ongelooflijk slecht is. Dat ik niet eens de game heb aangevraagd om... Om uit te proberen. Voor de jaar op jaar verbeteringen, zeg maar. Amper held, man. Gelukkig hoeven we niet helemaal opnieuw te spelen. Dat is wel mooi. Wow. Vet veel physics in deze game, man. Deze game blijft me verbazen ten opzichte van deel 5. Hoeveel deel 5 wel niet heeft moeten terugschalen in de physics en zo. In gewoon de gameplay. Ik had niet verwacht dat ze zoveel hadden teruggeschaald. Jezus, ze komen allemaal in één lijn. Oei, joh. En je hebt kont. Op al hun... Fucking hell, mate. You almost killed me. Het is dat je geen aim bot hebt. What the fuck? Die kan je gewoon een miljoen kogels geven. Goeie hit, zeg. En maar geen health bar of geen health kit. Dat is wel een nadeel. Walking, ja. Wel cool. Wel te weinig geld. Komt er nou een ambulance? EA poep? Ja, sinds het EA is natuurlijk is het al helemaal gepoept. Dat is wel echt jammer. Ook. Dat is nog extra jammer. Het hoeft er van mij niet... een EA game te worden. What the fuck? Probeert hij nou daar doorheen te schieten? Wedden dat ik hem niet kan vermoorden? Ik kan hem gewoon niet vermoorden. Jesus, wat is dit voor missie, joh? Wow, die ragdolls zijn echt amazing. Best ragdolls in the business. Ik heb nog... geen enkele game coolere zien hebben als hoe hun daar vallen.
Oh, ik wist niet dat je kan rennen terwijl je recht. Dat is cool. Was vroeger al met de F1 Games en EA. Ja. Alhoewel de R-Factor 0.5 F1 Challenge, die is toen ook door EA uitgebracht. En heel veel mensen vinden de F1 2006 heel mooi. Van de PlayStation 3. What the fuck? Dat was hier toch? Nee, is er niet meer. Nou, ik weet niet hoe ik die heb gemist dan, maar... Oh. Dikke helikopter. 2006 op PlayStation 3. Ja. Die moet heel goed zijn. Maar qua simracing game was F1 Challenge natuurlijk heel goed. Omdat dat is basically R-Factor. Maar vroeger... Oh, waarom deed ik dit niet? Blijkbaar moet je hem gewoon kapot schieten totdat hij begint te fikken. Maar wow, what the heck? Oké. Ah, geniaal. Geniaal. We did it! Instantly. You don't need to worry about the fat man singing. He's lost his voice. Het is mooie timing met GTA. Even meekijken tijdens het werken. Boom. Werk ze, Joey. Ah! Hey. There's no enemy. Hoe kom ik hier ook weer naar beneden? Oh ja. Trap. Pakt hij hem ook? Hij pakt hem ook. Wow! Epic. Weer tot 6 uur 's ochtends in de haven, dus lekker chill met laptop erbij. Ah, kijk eens aan. Veel off-time dus ook. Gaan wij vanaf hier op de... Kunnen we landen, denk je, op straat? Of wordt dat... Oh, pro... Zo goed. Deze game. Wat is hier gebeurd? You're gonna be okay. What the heck? Stay with me? Nou, jij staat niet with us, man. Nothing? Hij heeft hem gered! Wow, dat is zo mooi om dat te zien. Meteen een mooi... Wat? Hij moet hem weer redden! What the fuck is hij aan het doen? Hij is aan het poepen op de guy. What the heck? Hallo? Hij heeft hem weer gered. Oh, oh. Oké, hij put the gun down. Die meneer die is al 2 keer gered door paramedic. Wat gebeurt hier? Wat is dit voor Snake Pit?
Hij zit daar helemaal bang in het midden. Ik wil deze auto in. Oh. Dank je. What the fuck, de ambulance doet de sirene eens aan. Het was heel mooi. Ik vond het heel poëtisch en heel mooi. Ja, dat was ik. Maar ik heb wel echt help nodig. Wat zijn... Oh ja, restaurantjes ook, hè. Restaurantjes ook. Love this GTA echt beter dan 5. Op technisch vlak is echt zoveel dingen beter dan 5. Wat betreft slimmigheid van de AI. Maar ook gewoon physics. Ja, van alles. Van alles physics. De manier hoe politie gaat in grotere delen. Ook echt super sick. Bepaalde slimmigheden van de mensen in de wereld, die hebben ze gewoon eruit gesloopt. Ja. Maar ja, dat heb ik dus al eerder verteld. GTA 5 is een PlayStation 3 game. Van dat tijdperk. Dus dat hebben ze moeten nerven als een motherfucker. Want GTA 4 en GTA 5 zijn van dezelfde generatie. Ja, oké, okay, je hebt wel Oeh. Oh nee, dat is niet de goeie. Je hebt wel remasters. Zo is wel even een leuke trouwens, deze. Je hebt natuurlijk wel dat geremasterd wordt, maar dat is puur gewoon even graphics wat omhoog schroeven van een al bestaand product. Maar om die map te vergroten en om zo'n wissel op 3-persoon systeem te maken, ja, daar is gewoon een miljoen dingen zijn gewoon genurfd. Omdat het gewoon niet zou passen anders. Dat zeg ik. Ik zag dus van die early tijdschriften met early beta gameplay van GTA 4. Allemaal foto's. En dan hadden ze het ook eerst veel meer begroend en zo, het gras. Is nooit teruggekomen. Ook niet de PlayStation 5 versie die op dit moment nog te runnen valt en zo. Helemaal palmbomen. Veel groener allemaal overal. En ja, dat, ze hebben toen, om het werkende te krijgen op last gen, hebben ze alles moeten minimaliseren en... Dat is best wel heftig eigenlijk. De volgende GTA is wel een game die voor 2 generaties later is gemaakt. En dan waarschijnlijk de generatie daarna zelfs het best op speelt. Dus dat is wel een grote stap. Ik ben heel erg benieuwd. Cops and Robbers is echt de beste game whatever. Love that. Kan je zo mee lachen? Wie wil nou niet politiemannetje spelen? Jimmy zegt op TikTok, beste GTA ooit. Nou, ik denk niet dat er opties gaan zijn in GTA tussen driving styles. Ik denk dat ze één ding kiezen. En ik denk dat ze kiezen voor hetgene wat iedereen kan spelen. En dat is de casual driving style. Omdat het smooth moet zijn. En dan wordt het weer als houterig gezien. Of als je niet gewoon heel makkelijk je auto om kan draaien. Dat wordt dan gezien als een moeilijk moment. Ik hoop zo dat je je auto niet gewoon om kan draaien. Ik zou dat zoveel cooler vinden als dat niet kan. Dat je gewichtverschuiving kunt doen in de lucht. Like, waar hebben we het over? Geef mij maar een nitty gritty realistisch... Semi-realistisch natuurlijk, want het blijft allemaal een beetje fun. Geef mij maar zo'n type GTA. Love dat altijd. Dat is wat ik altijd geweldig vond aan al die GTA's van vroeger. Geeft ook gewoon meer impact in de physics van
Ja, weet ik veel. Als je aan het racen bent en je maakt een jump en je landt precies goed op de wielen door gewoon de physics van hoe een auto vliegt. Oh man, dat is zo satisfying. Hoe vaak hebben wij wel niet die GTA Online races gedaan over de freaking airport en heb je geprobeerd een barrel roll te maken? Als je in GTA 5 een barrel roll maakt, kun je nog een beetje bijschaven, een beetje aanpassen, heb je vlugge vingers. Dan kan je ineens gewoon easy dat manueel doen. Nou, hele satisfaction er vanaf. Als je hier denkt, oh shit, de weg loopt dood en je begint ineens te vliegen, maar je weet toch nog een beetje voordat je de jump maakt een bepaalde beweging te doen, dat je op hoop van zegen goed landt. Oh my god, er komt zoveel adrenaline en serotonine komt er dan vrij van. Oh my goodness. Hoe zijn we daar nog goed uitgekomen? Ik vind het alleen maar krachtig. Jesus, dirty whore. What the fuck? Die is naar zo'n hoer aan het kijken. Wil je een 180 draaiende bocht maken? Handbreek, juist, precies. Juist de moeite doen om die auto's weer op zijn baan te krijgen. Ja, love dat, man. En inderdaad, handrem, dat bracht je auto ook natuurlijk altijd weer wat rechter. Omdat je kan alsnog met je gewicht. Maar dat je gewoon naar links of naar rechts kan gaan en gewoon doen alsof je 500 kilo weegt en die auto kan omdraaien. Ja, dat is toch niks aan. Maar ja, als je auto op de kop ligt en je kan er niks meer mee, dan zullen genoeg kinderen denken, dit duurt me te lang. En dat is dan gameplay breaking, dan is het niet meer vloeiend genoeg. Maar oh, als dat zo realistisch was. Oh, en dan helemaal in de stijl van GTA. Man, 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 man. Zo goed toch dan? Shit man, waarom hype ik mezelf op met een mogelijke GTA die toch niet komt? Oh, heb ik weer. Ik raak helemaal hype daarvan. Van imagine als je een moderne GTA hebt en allemaal van dat soort dingen was weggehaald. In GTA 6 moet de auto sneller stuk gaan. Nou, what the fuck? Stay calm, man. Just run away. Ik heb een bug. Ik heb een bug. Er is iets gebeurd met deze meneer. Hij is nog steeds een side missie icoontje. Maar hij... Huh? Hallo? Yo, fruitjongen op YouTube, hoe gaat die? PC-versie weer volop modden. Dat is altijd leuk natuurlijk om dat volop te modden. Maar ja, ik wil niet gewoon de game te hoeven doodmodden om een ervaring te krijgen naar wens. Just hanging around. Doing absolutely nothing. Ja, ik heb dus dat icoontje daar gewoon nog. Kijk. Ik heb dat icoontje nog. Maar dit is waar we naartoe... Oh! Mhm. We hebben het nu wel gehaald. Damn. Dat was zo droog. Dat was echt heel droog. Geen idee. Nico krabt ook met verbazing van wat gebeurt hier. Ja, de stad New York, hè? De stad New York. We gaan wel even naar het eerste eiland. Naar het geetje. Little Italy. Zijn we nu. Het zou wel fijn zijn om deze auto in mijn garage te stoppen, maar... Ach. Wow, die trekt echt leuk op. Maar auto's moeten sneller stuk gaan, zegt Matthijs in GTA 6. Ik denk dat dat ook niet gebeurt. Want als auto sneller stuk gaat, ja.
zijn er genoeg mensen die dat zeg maar als gameplay stoppend vinden. Dat is de hele reden waarom GTA 5 daar zo makkelijk in is. GTA 5 is daar wat makkelijker in, omdat dat dus dan vloeiender bleef. Minder houterig, dus je bent constant in de weer. Oh, je auto gaat over de kop, je bent niet meteen klaar, je moet het niet meteen opnieuw doen. Oh god. Dat is een gameplay, dat is by design, zeg maar. Omdat mensen geen geduld meer hebben, dus... Als je auto op de kop ging en je auto die ging in de fik en je moest uitstappen en weer een andere auto zoeken. Ik vond dat alleen maar cool. Maar ja, blijkbaar is dat hele gedeelte dus niet zo cool meer. Omdat dat dus wel heel erg de flow stopt. Maar ja, het hoort er gewoon bij. Alleen de attention span van de gamer van tegenwoordig is al minder. Dus ja, het wordt allemaal wat arcade. En ja, het is toch wel een beetje... Wow, yo, rij je eenmaal in een auto, dan zie je ze overal. Uiteindelijk is GTA natuurlijk ook gewoon een beetje catered naar jonge kinderen, jonge mensen in ieder geval tegenwoordig. Ook al is het gewoon een 18-plus game. Maar goed, daar hoef ik niet veel over te zeggen, want ik was zelf ook heel jong toen ik begon met spelen van GTA. Maar nu zijn ze dat letterlijk aan het gebruiken, want het zijn allemaal kleine kinderen die in GTA Online zitten. En de volwassenen spelen 5M en dat is dan wat meer down to earth, weet je wel. Dikke 21 plus game. Hey, dat is zo'n kleurenblind test op de muur. My pleasure. Wat zie je wel dat hij oud is? Ja, ik vind ook hem toch op Nico Bellic lijken. Het is net alsof iedereen hem een klein beetje op Nico Bellic lijkt in dit spel. Lijkt me zo grappig om zoiets in te spreken. Oh yeah, I'm an old man in the end. Hij krijgt wel donuts. I worked hard for this. I'm walking here. Al 50 jaar. You mean 50 years of you bleeding the city dry might finally come to an end? I know it's a terrible catastrophe. Die kunnen ze wel met elkaar vinden. Lekker sarcastisch. Oh, ik denk, hij laat hem even een sip geven van zijn ademding. Hop! Babbelop! Het zijn alweer die Russen, hè? Nu moeten we met hem werken. Oh, het politiebestand. Basically, als je een crimineel record hebt, dan kan iemand van de grootste orde, die kan het gewoon even schoon... Handig.
coming in from upstate. Damn. You'll be at Grand Eastern Terminal on this. We zijn een soort bodyguard. Dat is ook leuk. Een beetje bodyguard. Thank you. Thank you. Zo droog. Ach, en ik heb deze auto ook nog. Ik bodyguard hem niet in de meest panzerproof auto, maar hè. Wow. Daar is niemand minder van geworden. Dat is in ieder geval wel snel. Dat wel. Helemaal leegvegen. Nou, inderdaad. Ik geloof ook dat in real life ook zoveel corruptie is in al dat soort gebeuren en zo. Dat het wel gebeurt op bepaalde niveaus. De wereld is daarin heel oneerlijk. Wow! Oh, shit! Fuck, dat was brutal. Jezus, Mina. Holy moly. Zag je hoe die tegen die auto aanging? Op het moment dat ik uit mijn raam... Jeetje, Mina, man. Ik wist niet dat het zo heftig kon zijn. Dat we nog leven, joh. We kunnen gewoon makkelijk nog even in de auto stappen. Man. Die was echt heel cool. Wat een ragdoll physics heeft deze game. Nou, in GTA 5 zou je überhaupt niet uit de auto kunnen raggen. Je kan niet uit de voorruit. En als je uit de voorruit gaat, dan is het niet zulke uitgebreide physics lijnen met je ragdoll. Je ragdoll die glijdt vaak en al heel snel glijdt hij gewoon over de grond en doet hij niks om tegen te houden of om kleiner te worden, is het gewoon wee. Jordi, thank you for the raid. I appreciate you. Nico Bellic, right? Yeah, that's me. Je valt gewoon meteen en je bent dood, maar ook gewoon in de lucht. Zeg maar het mooie aan de engine die GTA 5 ook gebruikt. Ach, onze auto is weg. Is dat hij dus zoveel moeite doet om rustig aan te doen. John, how are you? Om toch de val te breken. Maar dat gebeurt maar niet. Well, hoop dat je een leuke stream hebt gehad, Jordi. Wij zijn even GTA hier aan het spelen. Ik hoop dat je zelf ook wat leuks hebt gespeeld. Like Drago zegt, hey Sander, ik ben gisteren begonnen met de PS5 versie van The Last of Us Part 2. Ja, lekker man. Ik hoop dat je ervan geniet. Hey, DJ Steen. Fijn om te zien dat je na al die jaren nog altijd een stream keek. Vroeger de Last of Us playthrough van je. Hey. Na al die jaren nog steeds mijn passie uitoefenen. Firewatch gespeeld? Ja, ik heb Firewatch vroeger gespeeld. Ineens is dit afgezet. That's it. Driver, why is this road closed? Is there a problem? Another roadblock? Oh, dit hebben ze expres gedaan. Ineens dikke AK's uit hun broekzak. Nou. Ja hoor. Come on, Mr. Jefferson. Let's get out of here. Boom, boom, boom. Wow, zo. Damn. Heftig. Ja, cool hoor, dit soort dingen. Waar dan? Oh shit, zoveel meer.
Damn. No place you can go. Kom dan. Waarom komt hij dan niet? Verdomme. Moet ik dit doen? Nou, er gebeurt niet zoveel. Shit. Ik was vergeten dat dat een ding is. Oh, hallo. Oh, daar is hij. What the fuck? Hij viel zo leuk. Wow, ik zag hem gewoon niet achter de bin. En nu nog hierboven. Kunnen we ook hier doorheen? Nee, dat zou cool zijn. Oh, hi. Daar ben je. Cool. If you want to take out a politician, you better take him out. Oh, fuck. Lose the pursuers. What the fuck? We hebben toch ook helemaal geen auto's? Ik had al auto's moeten fixen, I guess. Maar kijk hoeveel pursuers er zijn. Gun ons even een goede auto. Anders pakken we een van hun auto's gewoon, hè? Midden op straat. Met die politician die er gewoon niet eens in cover gaat. Wow, pas op! Jezus, wie ik ga helemaal stuk. Oh mijn god. Oh. Fuck the money. Oh my god. Sons of X. Hey man, hoe gaat het met jou? Lang niet gezien. Oh, dat was het dus met die auto. Net weer een weekje terug uit Bali. Oeh, lekker op vakantie geweest, man. Heb je genoten van je vakantie? Oh, dat was een coole auto. De Sentinel. Ja, klopt, Dragoers. Part 2 is voor mij de grootste scheid ever wat betreft storytelling. En technisch gezien is het wel heel mooi. Leuke set pieces, goede sound design, prima graphics. Alleen... ja, het is één loshangend verhaal wat mij betreft. En karaktermotivaties zijn niet consistent. Waar de story van deel 1 van begin tot eind echt perfect is gewoon. Textbook storytelling met een mooie twist. Maar ja, voor mij daardoor one of the worst. Door dat ene element. Voor de rest is het heel AAA hoor en heel mooi, maar... Al helemaal als je gewoon puur gamer bent. En het wil spelen. Dan heeft het meer playability. Omdat je meer speelt. In 2. Maar nee. Hij deed niet voor mij. Damn. Wat een missie was dat. Maar we hebben hem op zo'n rare manier gefinished. Zeker genoten van de vakantie. Met mij gaat het goed, met jou? Ja, gaat lekker, man. Het gaat allemaal prima tot oké, tot lekker. Je hebt veel gemist. We hebben een Elgato partnership. We zijn Elgato ambassador. Dat is best wel een big thing, man. Dat is echt een heel groot ding, trouwens. Heel trots. Nico, give I a call if you need some cash. I am Batman, usually got some jobs. Easy. What the fuck? Ineens little Jacob. Ch-
Check your emails, bro. There's some work. Ach, al die side missies willen ze dat ik ga doen. Ze willen dat ik al die side missies ga doen. Ik ga denk ik even naar GM weer. Maar dan kan ik net zo goed eerst even naar de wapenwinkel, right? Nou, dat valt wel mee volgens mij. Oh nee, ik kan wel. Doe maar. Dan kunnen we meteen hier refillen. We zijn toch een paar blocks away. Niet ballen. Hyped om GTA 6? Nee. Denk je wel dat er een Last of Us Part 3 komt? Ja, ik denk dat er een Last of Us Part 3 komt. En dat dat dan de laatste wordt voor hun. Dankjewel, Sons of X. I appreciate you, man. I appreciate you. Not bowling, wat jammer nou. Ja, al die friendships die je moet onderhouden, dat hebben ze natuurlijk ook eruit gesloopt. Want dat is ook allemaal, duurt allemaal te lang en weet ik van me wat voor de jeugd. Zelfs voor mij. Dus kun je nagaan. Ik ben gewoon die friendships min. Terwijl dat echt een minigame is. Om die friendships hoog te houden, daar krijg je ook veel uit. Maar ja, wij houden het niet hoog. We hebben niet eens hot coffee gedaan. We zijn niet eens in bed geslopen met een dame of wat dan ook. Uit de internetcafé. Kun je nagaan. We zijn alleen maar omhoog aan het werken hier. Dat weet ik nog niet, Sons of X, wanneer Robin er zin in heeft om seizoen 2 te beginnen. Maar het is altijd een optie. Laten we naar Gerry gaan. Welkom in Europa, jongen. Oh, is Firewatch een aanrader? Firewatch is zeker een leuke ervaring, maar verwacht niet veel actie. In de zin van verwacht gewoon dat het een ervaring is. Een storytelling ervaring met een beetje interactiviteit. Zo voelde het meer. Je moet wel dingen doen met lopen en zo, maar als je een beetje kan immersen en inleven in de story, dan is dat echt fantastisch. Het was een prima verhaaltje, maar het heeft me niet zo gegript als sommige stories. Ja, dat was Gerry van New Kids. Dat is het laatste wat ik heb gehoord van Gerry van New Kids, dus... Die Europapa referentie die kwam al gauw daardoor. Maar had niks te maken per se met Europapa. Maar gewoon met het feit dat New Kids on the Block. Gewoon Robin, resubscribe voor 24 maanden. Precies 2 jaar. Wow. You know what that means. That means dat dat echt precies klopt. Dat je in mei, eind mei / juni 2022. Holy shit. Cool. Love it. Liefde in de chat voor gewoon Robin. Ja, leuk. Letterlijk, ja. Die Nico heeft echt leuke voice lines ook. Gezien. Verdomme. Dat was mijn manier om die politie tegen te houden. Ik denk, ik ga gewoon eroverheen voordat die in mij ziet, want ik was buiten de cirkel. Hallo? Maar helaas. Damn, dat zijn echt ook zware hek.
Alright. Dikke weg, misbruikers, New York editie. Ja, was toch wel een mooie dodge bijna, dat ik zo over dat hek ging. We zijn hem kwijt. Ik vond het wel een coole dodge. Nee, mijn meest diepzinnige storyline die ik ooit heb gespeeld blijft Alan Wake 2. Dat is echt storytelling op 3 literatair niveaus hoger. Dat is echt ongelooflijk. En dan in samenwerking met Alan Wake 1, met Control en dan zelfs nog met andere inlezingen en zo van dat hele universum. Ik heb nog nooit zo'n diepzinnig universum meegemaakt. Dat is mijn hoogste head scratcher, zeg maar. Maar daar heb je bijna een opleiding voor nodig om het allemaal te snappen. Thomas die snapte helemaal niks van al die games. Die keek wel alles. En vond het wel vet. You okay, kid? Yeah, I'm okay. I'm sorry about your brother. Hey, me and Derek had quite a few problems. Yo, Dylan. Hoe gaat het? Can't wait for the DLC. Ja, we gaan naar Summer Game Fest kijken op vrijdag. Met Jeff hier op Spooky 1611. En waarschijnlijk wordt de DLC daar aangekondigd. Ja, het kan zeker dat je alsnog geniet van een product zonder dat je überhaupt snapt wat er gebeurt. Gewoon door wat er allemaal gebeurt op het beeldscherm. Tuurlijk, makkelijk. Alleen kun je nagaan. Dat dat dan zo moeilijk te begrijpen is. Maar ja, dat zet je wel aan het denken. En dat is wel mooi, man. Dus het was heel, heel diep en heel knap in elkaar gezet. En waarschijnlijk met die DLC, dan snap ik het nog steeds niet. Love it. Love it. Welke videokaart heb je gekocht, Dylan? Dylan zegt op TikTok, ik heb een videokaart gekocht net. Oeh, spannend. Damn. Wanted for Grand Theft Auto. Die is scherp, die Wanted posters. Dankjewel, Kevin, voor alle likes op TikTok. I appreciate you as well. Oh, we moeten Ancelotti van killen. Dat is een coach. Die heeft met Real Madrid de Champions League gewonnen. Ik denk dat we het heel vet gaan vinden, Thomas. Of je het nou helemaal begrijpt waar het nou zit in het verhaal. Ik verwacht dat de eerste DLC van Alan Wake toch een of andere paddo-trip is, zeg maar. En niet per se inhaakt op een vervolg of wat dan ook. Maar gewoon van, we gaan met je fucken, weet je wel. Maar misschien wat extra hints en pieces van de diepere wereld. Maar dat is wat ik denk. Ik denk dat het gewoon een paddo-trip is. Van wat we weten, wat er gebeurd was met hun Nightspring, zeg maar, zou het eigenlijk gewoon een of andere, ja, weet niet, een of andere poppenkast moeten zijn. En je weet dat Nightsprings, die televisieserie door Alan Wake 1 en zo, en zelfs met alle hints in de teksten van Control, dat dat een hele rare tv-serie is. En Tim Breker die loopt dat nu te neurien in Alan Wake 2. In Night Springs. En wat dacht je van Alan Wake American Nightmare? In die DLC, daar zat het ook, hè? Daar zat het ook. Night Springs City noemen ze dat zelfs. Dat is letterlijk een Night Springs aflevering. Die DLC, Alan Wake American Nightmare. In the desert. Met ook al die spinnen en zo. Dat is letterlijk een Nightsprings aflevering waar die in een loop zit. Want het begint met Barry die daar on tour is met de Old Gods. En dat ze dan naar de tv pennen. Omdat er een Nightsprings aflevering op tv is. En dan begint de hele gedoe. Maar goed. En in Quantum Break heb je zelfs Nightsprings. Ja, what the fuck. En dat hoort er niet eens officieel bij. Gaat allemaal heel diep.
In ieder geval in dat universum. En dat is echt fantastisch. We hebben het allemaal gespeeld. Je kan het kijken. Uitroepteken VODs. We hebben van Alan Wake 1 tot Alan Wake 2. Alan Wake 1, Control, Alan Wake 2. Alles kan je achter elkaar kijken. En we hebben daar heel erg geprobeerd alles te begrijpen. Zelfs in kindertaal. Dus mocht je ooit heel veel tijd hebben, dan kan je letterlijk die hele weg richting Alan Wake 2. En we hebben zelfs nog een compilatie livestream gehad, dat we echt letterlijk een video van 1,5 uur bekeken over hoe het universum nou in elkaar zit. Je zou alles kunnen bekijken hoe wij dat hebben beleefd. Uitroepteken VODs op Twitch of gewoon naar youtube.com/apenstaartje1611VODs. Ik zou het heel leuk vinden als je daarop subscribt. Hebben nog wat subscribers nodig voor 1611VODs? Dan kan ik net even wat meer met die channel. Just got this webcam and I can't help stripping for you. See why millions of horny singles voted us the best place to buy a baby. Woman and man in your area are looking to hook up with you tonight and then other babies over the internet. View our extensive and revealing picture database free of charge. Girly girls, babies overnight. Having a baby is as easy as logging into the internet. Dit gaat helemaal niet over babes, zeg maar over letterlijke kinderenbabies. 9 months without sex, 9 months without a drink, an irritable and irrational spouse. The danger of falling off the wagon and having a child with fetal alcohol syndrome that everyone points and laughs at is a burden until your dying day. It doesn't have to be this way. At babiesovernight.com you pick the kind of baby you want and you have it delivered the next day. No cord to cut, no morning sickness, no having to stop drinking and smoking, no post-birth vagina that looks like a wind tunnel. At babiesovernight.com you can choose from all creeds and colors. All of the mothers on our birthing farm follow the strict moral code of ethical gestation instituted by Eugenics Incorporated. What's hot, Africa? All the celebs are rushing to adopt a child from the land that is the oldest inhabited territory on earth. Own a piece of history with a child from Mali of Angola of Zimbabwe of Kenya. Why mommy got fat? Speaking to kids about sex is difficult. Don't ruin your body for someone who's going to hate you in a few years and steal money from your purse. Order now. All babies delivered overnight in a box. What the heck? Nice. Please remember your delivery day and check around the outside of your house. Overnight shipping courier may leave box on back porch. Not responsible for boxes discovered days later with the content spoiled. Wat leuk. Waar kan ik die kopen? It's better to spend your energy... Click here to learn about the truth about smoking. Tobacco facts. According to an ancient Eskimo legend, when the land was still, the earth dry and the people starving, the Great Spirit sent tobacco to curb the hunger of the people. Make them look attractive, keep them from brutally murdering each other and to give them something to do with their hands. Kevin, dankjewel voor de 1 gift op TikTok. I appreciate it. Je bent een baas. Holy moly. Smoking takes 10 years of your life. Smoking is bad for your health. You should quit smoking. There is no such thing as a safe cigarette. Smoking ages you prematurely. After a certain age, smoking can start to make women look haggard and men look rugged. It also makes you lose weight and feel more confident, and your voice will drop a few octaves, which will get you chicks. Or in the case of chicks, will also get you chicks. Just a different kind of chick. Smoking isn't cool. We would never use the word cool. Certainly, smokers tend to be more creative and better lovers. One thing is for sure, you shouldn't feel guilty about smoking. It has helped children to gain peer acceptance for centuries. De titels zijn allemaal slecht, maar de tekst is allemaal positief. Holy shit, 18 gifto's van Kevin. Kevin op TikTok, je bent een baas. Please visit our sponsor, Redwood Cigarettes. Droog. Oh god, ik ben helemaal in de diepte van het internet beland. Piswasser, you're in for a good time. Dat gebruiken ze nog steeds, hè? Ook in GTA 5. For the shy guy who longs to blow chunks in a stripper's face. Okay, sorry. Laten we even een autootje kopen. We moeten de Pink Veltzer.
You now have the girl's contact number in your phone book. Log off the computer. Maar dat wil ik niet. Ik wou mijn e-mail kijken nog even. Get skinny, lose the whites. Try this special product, Lip Purge X. We have millions of happy customers all around the world and they are happy. You will get the perfect feeling of being a man again and then you will be a woman and skinny if you aren't a man. What? What? Dehydrate yourself by 10 LBS in the first 24 hours. Get heroin chick for the summer. Six pack in 6 hours. Waarom zou je de heroïne chick look willen hebben? Enter. Oh my god. Iemand die deze tekst heeft geschreven, die heeft echt, echt een sick mind ook gewoon. Ja. Click here for the payment details. Lipurgix cost just $200 a week. A small price to pay when you will look like $1 million. What is money when you've got the looks? All major credit cards accepted. Flika, etc. Overnight shipping arrives in 3 to 5 days. Lipurgix is only available over the internet. Enjoy the convenience. Your perfect body is just a click away. Try, oh, exclusive offer. Try Lipurgix for free for 30 days. If you don't lose 30 pounds and 5 inches from your waist, we will give you another month's supply for free. By that stage, we will guarantee that you will want and need to use our product for a while before you realize what has happened and go to rehab. Damn, ze zijn wel heel eerlijk in ieder geval aan het einde. Do those pants make your butt look big? Yes, it looks massive because it is massive. Lipurgix is offering the person who loses the most weight over the next 4 weeks a free pair of pants. And the cosmetic surgery procedure of their choice. Disclaimer. Onvitamin is the Cantonese word for happy spirit tiny waist powder. It was handed down for... Oh, wow. Oh, dikke scammers zijn ze. Oké, ja, leuk. Ik heb vet veel e-mails. Someone wants to meet you. Horny high school reunions. Make the sex time. The song hits the MP3 player on the shovel. A guilty pleasure. You're driving along in your car. Sleep with the girl you couldn't get at 17. Latest alumni registered on horny high school reunions. Barry. Barry, hello. Holy moly. Jeremy, Lincoln Atwood, ze zijn er allemaal. Craplist? Wie zit er op de craplist? Crap jobs. Men of Arab descent with backpacks for cruel practical joke. Nemesis required. 6-month project with possibility to extend. Work for B Machine Coffee. No experience is required. En dan werkt Beam Machine Coffee website werkt ook gewoon, hè? What the fuck, man. Echt. Dit is uitgebreider dan dat ik dacht. Ze hadden zoveel grappige dingen. $200 to kill my girlfriend's dog. Holy fuck. Waarom? Ga geen hond vermoorden. Are you a good swallower? We are looking for drug mules to fly. Oh, oh, oh. 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 Dan moet je die drugs inslikken. En dan moet je over door het vliegtuig gaan. Woman seeking man. Pics for presents. Do you want to be my toy boy? Check out my bikini shots. Sicko. Oh, ik heb geklikt. Oh, ik ben erin getuimd. I'm so horny right now. I need it really bad. All I want is NSA sex. Genoeg internet voor vandaag. Shit, het is te laat. Oké, we moeten haar bellen tussen een bepaald tijdstip. Dat is naaierig. Te veel informatie gekregen. Die dingen waar we nooit op letten wanneer we GTA 4 spelen. Nee, maar het is wel heel grappig wat er allemaal is geschreven.
Ik zou het nu wel kunnen lezen, alleen gewoon voor de sake of the chill stream doe ik dat niet. Want er zit wel echt veel comedy gold. Maar als kind zou ik dat niet doen. Als kind is het te veel informatie. Maar ja, dat is hetzelfde als dus met die games zoals in Alan Wake 2. Als je niet alles leest, dan wordt het best wel minder diepzinnig, de game. En het zijn teksten vol wat je kan lezen qua informatie. Dus als je niet into it bent voor de story, ja, dan valt die flat. GTA 4 niet. GTA 4 valt niet flat als je niet de storyline met alle diepgang volgt en met elk klein hintje. Want ze brengen natuurlijk al die merken opnieuw, weet je wel, elke keer. En wie weet komt er wel ergens zo'n artikel op een website te staan en is dat nog een easter egg naar een missie die je later speelt. Maar ja. Ja. Ik speel GTA niet voor een diepzinnig verhaal per se. Wel voor gewoon een leuk verhaal. Beetje actie en zo. Maar niet per se voor that deep, deep story. Dus ja. Dan valt het een beetje zo. Dan is het meer een keuze. Of je het wil lezen of niet. Toch? Ja, het is niet dat ik dan denk van, oh my god, nu heb ik een groot onderdeel gemist of zo. Nou, wat wil die? Oké. Eén keer. Chat, één keer. Anders dan is niemand straks meer my friend. En dan is het ineens weer real life. Iets close to home. Moeten we ook nog eens naar Rome toe. En waar is hij? Hij is in de freaking... valt nog wel mee. Dat is best wel snel vanaf hier. Ik ga er vandoor. Kevin, je bent een baas. Dankjewel voor de 37 gifto's. Ik hoop dat je lekker slaapt als je gaat slapen. You're the boss. En happy birthday aan Mr. Tuning 1990. Ik denk niet dat hij er meer is. Maar happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Opa Timo. Happy birthday to you. Happy birthday, Timo. Hij was er nog. Leuk. Piep, boep. Mr. Tuning 1990. Dat betekent dat hij 34 jaar is geworden. Hey, elk jaartje is knap dat we het overleven. Het ongeluk zit in een klein hoekje. Goed volgehouden. Hallo politie. Ik fix mijn voorbumper. Holy moly. Oh shit. Please make a U-turn, we're safe. Oh my god. Gabber Joran gooit er ook nog een gift op bovenop. Dankjewel voor de 38 gifts in totaal. Dankjewel voor gifting, man. Oh, perfect. Echt perfect. Please make a U-turn, we're safe. Dat is zo droog. Even op zijn hoofd, even pats en dan even gaan. Oh, politie zag het niet. Wat nou als wij bij de politie dit doen? Nee? Auw.
Thank you. Oh ja, dat vechten was ook zoveel cooler, hè? Holy shit! We zitten aan de 51 gifto's, dankzij Gabber Joran. Your hero. Zo! Die lantaarnpalen die waren ook niet meer welkom, blijkbaar. In voor... Wow, holy moly. Nou, dit allemaal om Roman... Om met Roman dronken te worden, hè? Voor een goede friendship. Omdat we dat allemaal niet doen. En dat zou je allemaal moeten onderhouden. Nvidia heeft vandaag trouwens gezegd dat de wereld van AI volledig robots wordt, hè? Wow! In de zin van robots, of nou ja, niet wordt, maar is. Robots gaan in de fabriek dingen maken voor robots. Of die gaan robots maken. Alles wordt overgenomen door humanoids. Al die werkjes waar je aan een loopbaan moet werken of zo, of in een fabriek moet werken, gaat allemaal overgenomen worden binnenkort. Misschien in Europa iets minder snel. En ze geloven dat Terminator-stijl inderdaad, als ze uiteindelijk een ziel krijgen, dat ze dan rogue worden. Maar vandaag heeft hij announced dat dat sowieso al aan het gebeuren is, Nvidia guy. Ik ben heel erg benieuwd hoe dat gaat, zeg maar. Ik ben benieuwd hoe de wereld eruit ziet. Ah, ik ga toch daar naartoe. Dat is dichterbij. Ik ben heel erg benieuwd welke richting dat op gaat en hoe we erbij zitten. En ik ben benieuwd of de robots een beetje lief blijven. Maar sommige geleerden zeggen dat het 99,9% kans is dat die ons gaan uitmoorden. Dus ja. Ja, het wordt een beetje AI-robot, hoor. De AI is al veel slimmer dan dat je denkt. Dat is echt niet normaal. Nvidia komt trouwens ook met een soort game assist, hè, op PC. Die kan alles zien wat er op je scherm gebeurt en die kan je tips geven. Ook heel gek. Maar die kan... Oh, we hebben weer gedronken, hoor. Die kan ook dan zeggen van... welke auto heb ik voor me bijvoorbeeld? Dat zou ik dan nu kunnen zeggen. En dan kan hij terugzeggen van deze auto is die. Of je wil weten wat de snelste auto is. Dan kan je dat dan ook vragen. Maar hij kan ook gewoon dingen herkennen. Want hij kan gewoon meekijken met je scherm. Nvidia G-Assist. En hij kan ook je PC optimaliseren. Van als je zegt ik wil heel graag 60 fps stabiel runnen. Dan kan hij helemaal voor je voorkouwen hoe je moet instellen. Omdat hij precies weet wat voor computer je hebt en zo. Ja, dat zijn kleine AI dingen. Maar het is, je wil niet weten als je een beetje nu in zou duiken. In wat je met AI kan doen. Dan wil je niet weten wat er allemaal kan. En wat ze al gaan gebruiken in commercie en zo. Überhaupt op televisie gebruiken ze al superveel AI. Heel veel zijn het daar dan niet mee eens, weet je, met artificiële intelligentie. Omdat het dan toch wat nepper voelt of zo. Maar ja, yeah, joh. 9 van de 10 keer hebben ze niet eens door wat AI is en wat niet. Huh?
Hoe lang duurt dit, joh? Jezus. Ik word ook een beetje gek van de camera shake. Camera shake is nu weg, maar hij stuurt nog wel raar. Ach, straks dan kom ik er niet vanaf. Wist je nog dat ik er niet vanaf kwam? Je hebt een Lego blokje geprint. Love it, Timo. Niet te veel printen. Dan word je gesuwd door Lego. Die zijn daar zo... Die zijn daar zo heftig in. Nee, ik ben nog steeds dronken, jongens. Ik denk niet dat we ontsnappen. Snel, bel. Francis. Ik denk niet dat hij dat doet als je zo achtervolgd wordt. Hij werkt niet meer. Ah! Oh, huh? Ineens kan ik gewoon normaal op. Nee, heel leuk bezig met 3D-printen, Timo. Ik vind het echt cool om te zien. Barend zei op TikTok Legend, maat, keek je nog met Dirt 3 op PlayStation 3. Ik heb dat nooit op PlayStation 3 gespeeld, maar leuk dat je daar keek. Auto's. Nee, ik ben nog steeds dronken in auto's. Oh god, ik ben nog steeds dronken in auto's. Het is weer die bug. Ik moet nooit meer dronken worden in deze game. Ik heb nog steeds dronken driving. Maar misschien is het wel alweer iets minder, maar dat weet ik niet. Oh, dat dacht ik, man. Nee, Dirt 3 heb ik wel gespeeld, maar was altijd op PC gewoon. Nee, ik ben echt nog steeds dronk. Ja. Ik ben zelf niet dronk, hoor, maar... Ja, ik kan niet sturen. Ik kan duidelijk niet sturen. Kut, die auto zag me net. Go back to your friend. Nee. Roman, please. Roman. Kom. Moet ik ook nog hem meenemen? Nou, dan gaan we te voet. Ja, love dat, Barend. Spelen we nog steeds die game. Dirt 3. Schiet niet zo, politie. Hij is er. Ja, dan ga ik gewoon met hem... Oh, kut. Komt een auto aan. Er komen meerdere auto's daar aan. Oh, shit, 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 shit. Please tell me dat dit goed genoeg is. Wat gebeurt hier trouwens eigenlijk? Go back to your friend. Ik ben er. Er staat hier ook een auto. Er komt nu hier zometeen een auto voorbij. Maar ik ben net niet buiten de cirkel. Kijk, dit is de situatie. Hij staat er ook gewoon stil, die auto. Hij rijdt niet.
En dan moet ik terug naar mijn vriend. Wat is dit voor psycho ding? Dan gaat die politieagent mij toch zien. Oh god, ze komen hier allemaal. Yep, hij stapt ook nog uit. Hoezo go back to your friend? Ik ga gewoon hem leave hoor. En dan maar hopen dat... Of hopen dat ik net hem kan leaven, zeg maar, op het juiste stuk. Oi, 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 oi. Gelukt. Ja, shit man, maar dat dronken rijden is dus heel kut. Dan heb ik straks weer politie naar achter me aan. We kunnen dat dus blijkbaar niet resetten. Blijkbaar is dat, hebben we toch een bugje gemaakt. Door het fixen van alle elementen in de game hebben we toch een bug gemaakt. Hey, leuk Barend. Je bent altijd welkom om even lekker te socializen, lekker te chatten, man. In ieder geval kunnen we wel... Wat doet hij? Midden op de weg. I'm robbing you, don't make me kill you. Ja, ik ben nog steeds dronken. Oh my god. Hij rijdt vanzelf. Oh god, die politieauto. Oh god. Hey, ik ben disconnected. Oh god, ik was heel even disconnected. Maar natuurlijk, als hij herkent dat je dronken bent, dan komt de politie sowieso achter je aan. Oh my god. Ja, ik was heel even disconnected, stond. Echt heel even. Oké, okay, ja, leuk man, dit. Kom op. Kom met me mee. Dus zie je, zo weet je dat de game nog steeds denkt dat we dronken zijn. Ik ga nooit meer een activiteit doen. Dan maar alle vrienden verliezen in deze game. Dan maar alle vrienden gewoon verliezen in deze game. Wow, hij was er nog steeds mee bezig. Maar ik ga nooit meer een activiteit doen. What the heck? Hoe ver is dat? Dat is een fucking ander eiland. Ja, Jezus. Maar we moeten daar wel naartoe. Oké. Okay. De keuze is niet alleen alcohol drinken met vrienden, hè? Nee, maar hij wou dat. Ik heb ja gezegd daarop. Hij wou dat. Helaas. Ga met de taxi. Oh, kunnen we niet een taxi bellen? Is er zo'n taxi die je kan bellen? Of hoe werkt dat ook weer? Dat je fiet doet bij een taxi. Slim van jou, beer. Hoe werkt het ook weer? Ik heb het al een paar keer eerder gedaan, per ongeluk. Maar ik weet niet meer hoe ik een taxi moet aanhouden. En zou je net zien, miljoen taxis in het middelste eiland... Hier tot nu toe geen enkele. Oké. Okay. E of Q? Oké. Okay. Ga ik proberen. Kijken of dat een leuke omweg kan zijn. Dikke politie daar. Oh, Q is dat. Dat lijkt me zo grappig. If that would be possible. Weer disconnected. Weer reconnection succesvol. Jeetje. Oh, 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 oh. E of F, zei je? E, Q. Ja, lukt iets. Huh? Da,
Oh, daar gaat hij staan. Ik schrik me dood. Hold F. Ik hield hem net niet lang genoeg ingedrukt. Sorry, ga maar weer. Oké, well that failed. Ik hield het ingedrukt, maar niet lang genoeg. Het was E inderdaad. Het was E. Thank you, Jackie. Nou, dan blijven we nog even lopen. Er komt vast wel een tweede. Oh, sorry hoor. Hij gaat ook gewoon hier stilstaan. Waypoint, please. Dankjewel. Oh my god. Zullen we gewoon eventjes in die auto blijven? Om te kijken wat er allemaal gebeurt? Of skippen we dit even? Ik vind het namelijk geniaal wat de AI allemaal deed in deze game. Het zit er ook. Zo. Oh. Ja, ik kwam wel van de verkeerde kant. I'd like to listen to something else, if that's okay. Will you put on PLR, mister? Oh my god. Wel spatie drukken. Wat is spatie? Wat doet spatie? I'm in the rush. You're speaking my language now. Oh, damn. Our leaders need to admit that they get road rage just like us. That's why they have limos. Dit, Fucking chill, man. Get out of here. Daddy. I'm in a rush. Oh. Werk goed, man, spatie. Gaat hij als een Nederlander rijden? Nou. Niet sneller in ieder geval. Oh shit, ik moet niet gaan richten op die politieagent. Shit, fuck! Wat? Hij rijdt gewoon die politieagent omver. Oh mijn god. Heb ik die chauffeur dronken gemaakt? Oh my god, imagine als je die chauffeur ineens dronken maakt. Nee, ik denk dat hij het gewoon even niet... Omdat hij zo lang vast zat, zeg maar, op die brug. Dat hij inderdaad op deze manier wou omrijden. Maar ik heb het gevoel dat we nog sneller waren als hij gewoon normaal het verkeer volgde. Oh ja, dat vond ik wel even leuk. Ik heb geen idee. Ik heb echt geen idee wat hier allemaal gebeurt. Oh, 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 pas op, pas op, pas op! I'm in a rush. If anyone gets road rage, then it's not really abnormal. Oh, hier doet hij wel gewoon voorzichtig, bij de cash. The Science of Crime, season premiere. Sunday at 9 p.m. The Science of Crime, forensically boring. Damn. Wat? Wat? Oh god. Oh god. It's time to go back home. Will you take me? Sorry? Nou, dat was het. Ja, die auto, die
die rijdt tegen dat tegen die What the fuck? Die gooit gewoon zijn cola blikje uit het raam. Zie je dat nou? What the fuck? Die gooit gewoon zijn drink uit het raam. Jezus, mina. Okay, fine. Fine with me. Wow, yo, dat is een achievement. Nou, dit gaat dus niet meer werken, hè? Wow, yo. Nou, dan lopen we nog wel een stukje. Pardon? Wat gebeurt hier allemaal? Ik vind het wel grappig. Hey! Ze zijn gedespot. Nice. Ja, we zijn niet echt veel verder gekomen met de taxi. De science van die taxi, ik vind het geniaal. Oh nee, sorry! Pak hem maar weer. Ja, shit, verneukt. Sorry, ik was het alweer vergeten. Het is moeilijk, man. Ik ben gewoon gewend om die auto in te stappen. Ach, jongen. Roman, die stapt uit. Kom. 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 Ja, het lukt hem. Ik ben zo trots op hem. Oh my god. Pas op. Wat? Waarom stopte die? Omdat hij al iemand had of zo? Wow, ineens gaat Rome vechten? Damn, dit lijkt wel een psychologisch experiment. En deze meneer gaat nu gewoon weer die kant op. Daar kijk. Daar is alleen. Luigi. Ineens dikke Nintendo. Oké, daar gaan we weer. Hey, slaap lekker, Barend. Slaap lekker. Die taxi had al iemand bij zich. Ja, denk ik ook inderdaad. Ik zag daar een vrouwtje. Deze game mechanics zijn zo goud. Ja, ik vind dat dus ook heel leuk, hè. Gewoon hoe dat allemaal in elkaar zit en zo. En helemaal als het een klein beetje wonky is, dan is het extra grappig. Mag gewoon van politie. Oh god, niet dit. Wat? Yo, je kan er gewoon aan de linkerkant voorbij! Vriend, dit werkt niet, dit werkt... Oh, je hoeft niet te richten om er buiten te kijken. Wat kan ik dan nog meer doen? Oh, gewoon een safe om camera te veranderen. Nice. Maar het richten maakt het eigenlijk niet zoveel uit, want de konk schiet. Maar waarom ga je deze kant op, vriend? Ja, ik ben... Ja, fuck die $10. Ik ben nu zo dichtbij, hè. Ik ben zo ongelukkig. Ik was alleen vergeten dat hij dan het niet snel. What the fuck? Kom op. Kom op, Roman. Kom op. Kom maar. Goed zo. We zijn er toch al bijna, dus... Oh my god, lieverd. Dan kan je me even waarschuwen. Nee joh, ik heb toch hoofdkop. Huh? Die laat zijn krantje vallen. Ach, jongen, Roman, jongen.
Waar zit je nou weer vast? Hij staat er zo droog. Hoe ga je dit oplossen? Ik ben zo trots op die kerel, hè? Dat is mijn cousin. Dat is mijn nephew. Moeten we nou met een auto? Oh, nee. Duimpje omhoog. Dat allemaal voor een duimpje omhoog van Roman. Oh, mijn godness. Ongelooflijk. En dan hoop ik dus met een game save dat te fixen die dronken state. Oh my god. Hij zat even op een onzichtbare loopband. Zat hij even te chillen. Robin is alive. Robin leeft. Och, daar heb je Kate weer. Oh. Willen we op een date met Kate? Nee. Waarom willen we dat niet? Alleen met Robin. Nee, we willen niet op een date met Kate. Okay. Ik ben even weer klaar. Ik ben klaar. We hebben ervoor gekozen om dat niet te doen. Helaas heb ik hier geen auto staan. Nou. Fuck me, zegt ze. Stop! Goed zo. Zo. Hij rijdt weer. Ik ben niet meer dronken. Hell yes. Hij rijdt weer. Ik ben zo blij. Ik ben zo happy. We rijden. Ja! Hoe? Wat een jumpscare. Ik schrok me dood, beer. Job, die geeft nog gewoon 17 rozen. We zitten op 68. Je bent een baas, Job. Dankjewel. Rustig aan, Robin. Dan komt het vast wel goed. Ja. Het is ook gewoon een hele dag voorbij, hè? Ik ben net na 21 uur, waardoor ik die mop girlfriend niet kan bellen. Hoe kut is dat? Ik heb gewoon een hele dag besteed om die Roman Belly te poepen. Ongelooflijk. Een hele dag met je neef op stap. De grootste hel. Deze heeft zoveel betere vering als Romans taxiauto. Dat is niet normaal. Piep, 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 piep. Fuck! Hey, Beer, jij ook dankjewel voor een paar gifto's op TikTok. I appreciate you. De terugreis duurde veel langer dan het uitstapje zelf. Joh, je bent bijna gewoon de halve dag bezig geweest om die guy terug naar huis te brengen. En diep in de nacht of in de ochtend eerst dronken worden en daarna de hele dag bezig om je huis terug te vinden. Verschrikkelijk. Dus doen we nog een missie. We gaan naar Pegorino. Oh nee, Phil Bell. PB. Personal best. Whoop. Een pb'tje, ja. In het Nederlands is dat privéberichtje. Ik doe altijd pm dan alsnog, zeg. Jij doet dm, direct message. Want jij bent heel direct natuurlijk.
to live and die in Alderney. Hey. Hey. It's not what it looks like. Mm-hmm. Okay. It's not like that. We talk. Oh, hij praat met die vrouw. Ja, praten. Sure. But feel and I don't mean to take advantage, but hij dacht dat hun maybe I need help on time. Maybe I can give you a call. What do you mean? I mean I need to find something out about someone. Maybe you can help. Are you fucking moeten blackmailing me? No. I'm asking for a favor. Meteen met dikke blackmail komen. Because I need help with something. Hij heeft zelf ook een agenda, hè, Nico Bellic. Kom op. You know, since you don't look like you're full of crap. Wel eentje die je kan navertellen dan inderdaad als het in het echt gebeurt, Thomas. Zeker weten. Come on, let's go. Dan heb je zeker weten een avontuur die je na kan vertellen. Take Belle to the old mansion in West Dyke. Dat doen we. It's about time to pick up that H that my nephew's been sitting. It's just been sitting there? Yeah, met de Karim intruder. But we don't know who was watching it beforehand. So you'll just let sorry. Frankie. Yeah, we put it in an isolated. Hekkie weg. Kan iedereen er wat makkelijker in en uit. Frankie's one guy. He's a smart kid, he's related to my ex-wife. Waarom is alles in GTA altijd zo scummy? Omdat daar de gek mee wordt aange. Waarom antwoord ik mezelf? Een beer is een echte kebabslager met gewoon een gouden bom. What? Dat staat gelijk aan 500. Target achieved. Onze target op TikTok is volledig achieved. You're a hero, Beer. En dankjewel voor het socializen, voor de social fun. Want dat doet mij altijd goed. Altijd leuk. Een hero, Beer. Oh, we mogen hier naartoe, naar die oude mansion. Maar dan nemen we gewoon die auto ook even mee, toch? Dan nemen we die auto ook mee. Always. Daar is hij. Dan ga ik met hem in deze auto. Dat is de best car of the game. Dat taxi momentje hem weg laten lachen moest je even target gunnen. Dat vind ik wel leuk. Dat vind ik wel leuk. Wat een moment was dat ook net. Oh, hoor dit ding dan. En dan nu meteen komt er een cutscene dat je auto geëxplodeerd wordt waar je uitstapt. Dat zou zo droog zijn. Oh, hij heeft een matje. Een ghost house. Doe een garage open. En dan zit daar de Back to the Future auto in. Oh nee. I got the horse loaded into two cars for you. Wat is de H en de horse? Dat is drugs, of niet? Oh! This don't feel right. Shit, Frankie, you don't fuck. The feds have been watching us all along. The FBI! Ach, en dan moeten we alsnog met die auto's wegrijden. Ja. Damn, wel heel cool dit hoor. Wow, yo, dik guns ook, de FBI. What the heck? Wordt gewoon uit het raam ook geschoten. Wat cool. FBI, stop. Waar gaan wij nou naartoe? Wow. Oké, wat doet deze politieauto? Auw. What the fuck is happening?
Oh my god, de taxi meneer die komt meteen revenge halen of zo tijdens de missie. Kijk die politieauto dan van net. Die rijdt niet eens. Die rijdt niet eens achter die guy aan. Ho. Oh, nu is er weer een andere politieauto achteraan aan het gaan, maar ze hebben hun sirenes niet aan. Ja, hallo. Ik weet niet of je hebt gezien wat daar net gebeurde. Dat was een beetje gek. Nou, ik ben er gewoon, hè. Oh. Wat gebeurt hier allemaal? Hoort dit op deze manier? Of hebben we weer iets gebroken? De fixbot ineens breekt allemaal dingen. Terwijl we alles zo mooi on par hebben. Wow! Ik weet dat het een scripted moment is, maar zo'n bus... Theo. The damn police. Oh, damn. Dat doen ze allemaal expres, hè? Deal with the feds. Ja, ik snap niet echt wat er met de feds te dealen valt. Ik bedoel, ik weet... Oh, god. Dat die auto is als een soort script. Oh! Niet tegen de forklift truck. Wow, what the fuck? De forklift trucks ineens? Kan je daar ook in rijden? In GTA 4? Kan ik me niet herinneren dat ik dat ooit heb gedaan. Hé, hey, ineens belt Bel. Ja, dat bedoel ik. Op een gegeven moment gaan ze vanzelf wel weg, dus waarom zou ik schieten? Ineens belt Bel. Oh, we gaan nu naar een van. Oh god. Dit is wel echt een heftige missie, man. Dan worden we daar intercept. Oh god. Komt dat ook nog? Oh, what the fuck? Zes meer, wat ben je aan het doen, vriend? Chop, chop. Get to the escape van. Daar gaan we. Up the pace, up the pace. Granaat gooien. Ik heb nog steeds geen granaten. What the fuck? Ineens moet ik in Nonna's Pina's. Moeten we hier niet in? Of wat? Come on. Get in. Wee. Shit, I ain't made for this sort of stress. Till we lose the heat already. Lose your wanted level. Nou, dan bellen we toch gewoon weer. Francis, clear wanted level. Nee, werkt alleen als je buiten die cirkel bent waarschijnlijk. What the heck? I should have seen him. I've been telling Nico I got a lot on my mind. Next time, mind on the job. This ain't a fucking joke. You got a wife, you got a zou ik dan meteen zo moet je werkt hij alleen voor dit bijvoorbeeld? Als ik nu clear wanted level meteen. Oh kut.
Nee, ook niet. Nou, dan weet ik niet hoe je Francis moet gebruiken, maar dat maakt ook allemaal niet uit. Dat was wel een heftige ja voor hun PTSD. Niet normaal. Dat was zo'n gekke missie qua politie. Oh, Francis kan niet in de missies. Ah, kijk eens aan. Maar at the same time though, toen wij gewoon met Rome een biertje aan het drinken waren, toen lukte het ook niet. Op geen enkel moment. Maar dat is ook een missie zeker. Ach. Maakt ook niet zoveel uit. Maar het is wel heel droog. Dat hij gewoon nooit opneemt. Hij zegt, ja, je kan me altijd bellen, man. Ik ben jouw hotline bij de politie. En dan gewoon nooit opnemen. Hele tijd Nico tegen al zijn vrienden. Oh, don't worry guys, ik heb hier wat voor. Ik heb mijn contacten en dan komt er helemaal niks. Dat vind ik grappig. Hij heeft gewoon geen zin. Oh, oh, oh. Wat een avontuur vandaag. We dachten dat we opnieuw moesten, maar we moesten niet opnieuw. We gingen gewoon lekker door met de missies die we op dit moment hebben. De missies worden wel spicier en spicier en dat is alleen maar leuk om te zien. Maar jeetje, mine. Wat ongelooflijk funny. Maar oh, zo goed. Deze game blijft zo goed. Deze game veroudert niet zo snel, for some reason. En dat terwijl die wel... Tja, je gaat je oud voelen. 16 jaar oud is. 16 jaar! Is deze game oud. Een 16-jarige kan sinds de release van dit nu op aarde zijn. Nice driving, Nico. We're gonna be able to shift this agent for a lot of money. Might just keep the Pecorino family's head above water. See you around. Ja, echt raar om dan door te hebben dat er nu jongeren zijn die 16 zijn, die geboren zijn nadat deze game is uitgekomen. Dat vind ik zo raar. Vind je dat ook een raar idee, liever? Aangezien deze in mei of zo kwam van 2008. Dus als iemand nu zeg maar jarig is deze laatste dagen, zijn genoeg mensen, duizenden, waarschijnlijk tienduizenden in de wereld, die zijn nu net 16 geworden. En die zijn dus geboren nadat deze game uitkwam. Huh? Dat kan niet. Ach, perceptie van tijd, het blijft apart. Dat is heel moeilijk voor mij om dat te begrijpen. Hier hebben we hem nog wel staan, de auto. Zal ik Nonna's pizza er ook gewoon op gooien? Maar kijk. Dat is Robin later. Oh, dat is Robin nu al, hoor ik. A to change clothes. A to watch TV. Nee. F to save your game. We worden oud, man. Toen GTA 4 uitkwam was ik 10. Ja, holy shit. Toen GTA 4 uitkwam was ik 16. Huh? Dat klopt niet. Ja, jawel, dat klopt wel. Ik werd 16, ja. Ik was 15 inderdaad toen hij uitkwam. Dus bij mij is het 50-50. Op de helft van mijn leven bijna. Dan misschien dat hij daarom zo goed is. De relativering van tijd is echt crazy. Dat is echt raar. Hey, Dwayne? Man, did you just call me? No, man.
Must have been someone else. Yeah, must have been. I was in the shower and I heard the phone ringing, so I thought you might have called or something. My bad. Hij wil zo graag dat ik hem bel. Damn, dat was een heftig belletje. What the fuck? Nico, I got a grieving mother to look at. Dat was Dwayne die zegt, hey, did you call me? No, man, there should have been someone else. And they, oh, yeah, I was in the shower and I thought I heard a call or something and I thought it might have been you. My bad. En hij hangt op. Dus dat is echt iemand die dan een beetje aan het azen is, erop maar nooit recht op zijn face wil zeggen. Dat zou ik kunnen zijn. Behalve dat ik nooit die actie zou doen, maar... Nicky boy, the pack wants to see us at his house. You talk me up, I'll talk you up. Stick together, remember you. True. Hey, maar ladies and gentlemen, dat was me voor vandaag. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze livestream. Ik heb echt helemaal doodgelachen. Dat was echt freaking amazing. Dat was echt super grappig. We gaan morgen weer verder met een andere livestream. GTA 4, die dip ik dus een beetje overal tussendoor. Vrijdag dus kan je de Summer Game Fest hier ook met mij meechecken als je met mij wilt chillen. En ja, I enjoyed this. Beer, dankjewel voor de support op TikTok. We hebben onze TikTok goal behaald. De main livestream is natuurlijk op twitch.tv/spooky16. Oh kijk, je krijgt een hartje van mijn vriendin. Gewoon een hartje ook nog. En dat is echt super generous. Iedereen die daar mee deed trouwens. Dikke shout-out aan al die mensen op TikTok. Dankjewel waar je ook maar vandaan chatte voor de leuke, gezellige social chats. Dat was super leuk. En ja, hoop je de volgende keer weer te zien. Jij ook, Joey. Dankjewel voor het chillen in de chat. Was even gezellig hier, hoor. En slaap lekker als je gaat slapen. Jij nog fijn werken. Fijn werken deze nacht. En als je deze nacht nog door gaat nachtuilen met wat je ook maar gaat doen, dan daar ook heel veel plezier mee. See you soon. Bye bye. Oh my god, de koning wordt opgegeten! We zien je. Even kijken vanuit de ogen van Nien Kerper. Wow! What? Het zijn niet echt veel mensen. Oh, Jesus. Jongen, je schiet je van. Ik ga dit doen. Oh! What? Ik zag een tank vliegen. Dat was toch awesome? Oh. Timo, hoe snel kan je de ketting van die BMX'en terug opleggen, denk je? Ja. Goed antwoord, ja. Ik heb wel ammo, maar ik heb geen ammo. Ik zie hem weglopen. Wat? Wat de fuck? Wat de fuck? Hij kroop heel hard. Oh shit, ze komen. De hele tijd stil, ineens zie je... Oh my god, zoveel gasten uit de bossen! Oh, hij komt wel. Loris, get down! Die animatie, please! What? Am I doing it? Am I doing it? Ah, ik driftte, maar toen ging ik de... Gaat hij gewoon deze race zelf winnen en het kampioenschap nog meer koud? Wat gebeurt er? Ik donate 3 euro.
Yo, jouw matje gaat tekeer, maar je hebt je ogen dicht. Ja. Je hebt je ogen dicht. Hoi. Oh. Pas op voordat je doorziet. What the hell? Daar gebeurt er niet op mijn scherm. What the hell? Meneer, kan ik u helpen? Meneer. Hey. Wat bent u aan het doen? Moet ik voor u staan? Ja! Dat hielp ook nog! Wat? Wat doe ik? Wat ben ik? Ah, wat? Huh? Wat ben ik? Oh nee! Nee! Ja, Rijmadel! Het is uit de schade! Het is schade! Oh. Oh shit! Wat? Wat? Nee. Hoe kreeg je dat voor? Dat is insane! Kunnen ze dat opstoten? Goal! Ik heb hem gedaan met mijn flerken! Relax, jongen. Oh! Kom maar, folks, hé! Nee! What? Nee! What? Au! Dan sla ik mezelf tegen mijn eigen headset.